Hallo, nieuwe video, oud idee. Ik ga wederom een schotwond maken. Dit heeft ermee te maken, het is mij vriendelijk gevraagd door Tovada nummer 1. En ik ben bezig met een training voor extra informatie over traumawonden. En daarvoor heb ik wat beeldmateriaal nodig. Als weefsel voor de schotwond ga ik gebruiken Moldlife Sculpt Gel. Daarbij heb ik nodig mijn twee dermabakspatels, uitstrijken met vaseline, afpoederen met transparant poeder en de poederkwast. Het bloed en de vulling die ik gebruik is Grimas 101 zwart, Meron Squirt Blood donker en Meron Coagulated Blood. Eventueel nog wat blauwe verkleuring erbij met de Meron Bruise Wheel. En om bepaalde dingen aan te brengen gebruik ik hele kleine kwastjes. Hallo, deze week ga ik weer een schotwond maken. Die heb ik al eens eerder gemaakt, maar op vriendelijk verzoek van Tovada 1. En omdat ik ook voor een cursus die ik aan het doen ben wat beeldmateriaal moet hebben, ga ik er nog een keer op zetten. Ik gebruik daarvoor Moldlife Sculpt Gel. Als bloed het Meron Dark Blood Squirt Blood en Meron Coagulated Blood. Voor wat extra kleur eromheen Meron Bruise Ring. Ik heb wat poeder nodig om de glans weg te werken. Dat doe ik met de kwast. En het materiaal breng ik aan met mijn dermawaxspatel. Moldlife Sculpt Gel. Twee componenten. A en B in dit geval. Zit je op een beweegbare plaats waar het erg flexibel moet zijn, kan je eventueel nog wat component C toevoegen. Wat heel belangrijk is bij siliconen, is dat je de twee niet mixt meer dan wat je nodig hebt. Ik werk dus ook altijd graag met twee spatels met het uithalen van de siliconen. En je ziet ook dat ik de deksels goed bij het potje hou om te voorkomen dat ik iets mix wat ik niet wil. Ik neem wat siliconen op mijn ene spatel en een gelijk deel op mijn andere spatel. En die ga ik heel goed mengen. Als de siliconen goed gemengd is, neem je eerst een klein deel hiervan voor de inschotwond. Voor de inschot heb je echt maar een klein beetje nodig, is niet heel groot. Je moet goed plaats bepalen en dan breng je de siliconen aan op de huid. Met wat vaseline ga ik nu de siliconen uitstrijken, zodat hij goed uit de huid komt. Als je weefsel er dan goed op zit, ga je in het midden een mooi rond gat creëren. Als dat op zijn plek zit, kan die drogen. In de tijd dat hij droogt, kan je ondertussen gelijk de andere kant opzetten. Hij hoeft er niet echt strak recht tegenover te zitten. Hou er wel rekening mee als het pad van de kogel bijvoorbeeld botten heeft geraakt. Dat heel erg uitmaakt in je uitschotwond. Stel dat hij wel botten heeft geraakt, zal dat vaak wat groter zijn en wat rafeliger. En aan deze zijde ga je dus eigenlijk weer hetzelfde te werk
als daarnet. Alleen een wat grotere wond. En hij hoeft niet mooi rond te zijn. In het begin zal de siliconen echt nog wel wat te zacht zijn om mooi te verwerken. En op een gegeven moment merk je dat hij wat harder wordt en dan kan je steeds mooiere stukken erin maken. Tot hij er goed rafelig uitziet. Je mag eventueel in het midden nog wat weefsel laten zitten. Alsof dat gewoon los vlees is wat daar nog in de wond ligt. En dan moet je weer wachten tot die droogt. Dankjewel dat jullie naar mijn video's kijken. Willen jullie nog meer van dit soort video's zien? Klik dan op de abonneren button van YouTube. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer ik een nieuwe online zet? Klik dan op het belicoontje. Verder heb ik altijd weer de vraag, willen jullie nog bepaalde letsels zien? Schrijf dat dan in de commentaren. De siliconen is opgedroogd. Nemen we wat poeder op de kwast, niet te veel. En die poeder gebruiken we om de glans weg te werken. Zit er onverhoopt toch iets te veel poeder op, waardoor die wit uitslaat. Kun je altijd met een babydoekje het ernstigste weghalen. En dan gaan we inkleuren. Grimas zwart 101. In de binnenkant hoeft niet egaal verdeeld te zijn. Wat zwart. En bij de uitschotwond heb je in het midden soms wat hogere delen. En die kleur je dan niet in. Dan pakt alleen de wat lagere delen. Dan ga ik naar de eerste bloedsoort. Coagulated blood. Echt heel dik, stroperig. Ik vind het zelf het makkelijkste om daarmee met een tandenstoker te werken. Zodat je niet te veel in één keer pakt. En daarmee vul je je wond. Vervolgens de blauwverkleuring. Het pad wat de kogel aflegt zal wat voor een lichte blauwverkleuring zorgen. Je begint met heel lichtjes rood. En een klein beetje blauw er doorheen.
En uiteindelijk je laatste beetje bloed, in dit geval het meron. Squirt blood, lekker dun, mooi donker. Op de plek waar de inschot zit, echt maar een heel klein beetje. Je kan het iets laten vloeien. Alleen daar zal heel weinig bloed uitkomen. En de uitschot mag wat meer. En afhankelijk van of die catastrofaal is of niet, zou je meer of minder bloed gebruiken.